kunstenaar. Where the stars eat, leave or meet. Barbara van Ittersen, Quote of Memories, waarom? Quote of Memories, waarom? Omdat dit allemaal series zijn die ik allemaal heb geëxposeerd. En ik wilde ze allemaal nog één keer vertonen op mijn 40ste. Yes! En een galerie, er is geen plek voor. Dus ik had zoiets van, ik kreeg de uitnodiging van de Golden Tulip Art Hotel om dat te doen. En ik dacht, nou, 4 etages kunnen wel in elk geval al die series. Die kan ik daar ophangen. Oké. Ja, ze heeft natuurlijk ook allemaal achtergrond en verhaal, maar
Veel bekende mensen. Veel bekende mensen. Ja, dat is ook een periode geweest dat ik daar dat ik dat interessant vond. Om die juiste restyling te transformeren tot mijn beeld. Dus niet zo introvert, maar juist de extroverte manier. Of met waanzinnige styling, kleding, kleurtjes. En de Still Lives, wat voor verhalen hebben die? Nou, dat is voor mij eigenlijk iets wat heel belangrijk voor mij nu is. Dat heb ik ook wel al 5 jaar geleden gefotografeerd. Maar de stillevens is weer een andere dimensie van wat ik belangrijk vind. Namelijk de macro-opnames. Eruit trekken. De spanning van een stilleven. Omdat de compositie en de vergankelijkheid, de destructie, wat dan ook. Om daar een mooi beeld van te maken. En daar ga je mee verder ook, met dat soort werk? Dat wil ik wel heel graag. Ik wil daar iets van gaan combineren. Dus ik weet nog niet 1, 2, 3 wat ik ga doen nu. Ik heb natuurlijk net ook mijn Barbie-project gehad, waar Scott een prachtige DVD van heeft gemaakt. En dat is weer een heel ander werk. Dus ik moet eventjes een goede middelmaat gaan zoeken van wat ik ga doen. Oké. Okay. Tenminste, het zit allemaal in mijn hoofd, maar het is nog niet 1, 2, 3. Heb je het nog wat te vertellen? Boodschap? Ik vind het hartstikke leuk dat Paul natuurlijk mij heeft uitgenodigd. Want een galerie had het niet kunnen vullen, denk ik. Of een hele grote galerie. Of misschien wel een museum. Maar dus ik ben heel blij dat het zeg maar nu allemaal gewoon per serie op een etage had. Dus dat vind ik echt helemaal te gek. En 4 is mijn geluksgetal. Dus op zit van yes. Okay. Het zal wel goed zijn. Dankjewel.